Deze ondertekening betekent dat alle partijen ook om Schiphol heen ons gaan helpen om de veiligheid van het vliegverkeer te verbeteren. We hadden zelf natuurlijk op Schiphol de verantwoordelijkheid voor de vogelbestrijding. En ik denk dat we dat goed doen. We hebben weinig vogels op Schiphol. En die we hebben, hebben we goed onder controle. Maar buiten Schiphol om hadden we nog een groot risico. Met name met de ganzen. En daar hebben we vandaag een mijlpaal voor geslagen. Waar het om gaat is dat we hebben gezegd. Als we het probleem van de ganzen willen aanpakken en we willen het goed aanpakken, dan kun je dat niet alleen doen met overheden. Dan moet je daar ook natuurorganisaties bij betrekken. Dan moet je daar de vliegers bij betrekken. Dan moet je daar de boeren bij betrekken. Ja, het convenant betekent zowel het beheer van de populatie van de ganzen als het fourageerbeleid. Dat we zorgen dat ganzen niet meer over Schiphol heen hoeven te vliegen om van hun eetplek naar hun rustplek te komen. Daarnaast gaan we een grondradar installeren op Schiphol die het ganzengedrag gaat analyseren om te kijken of we daar ook operationeel mee kunnen sturen. En het vierde traject is het beheer van de ganzenpopulatie om te zorgen dat er überhaupt minder ganzen rondom Schiphol komen. Vreselijk CO2-neutraal met barbecue. En deze, die kan ook open aan. Ja. Het materiaal is grondstof voor bijvoorbeeld biokerosine. Dat kan er heel goed van gemaakt worden. Maar je kunt ook denken aan vulling voor de paardenbak of voor andere doeleinden. Op dit moment 1 hectare. Het worden er straks 16 hectares van meerdere boeren en een loonwerker. Nou, dat betekent dat ze een flink deel van hun land dus nu gaan bebouwen met olifantsgras. Ja, er zijn veel mogelijkheden die tot nu toe niet bekend waren en die op basis van een pilot hier vlakbij in de Haarlemmermeer duidelijk zijn geworden.